Aan het begin van de jaren 30 werd de NSDAP van Hitler steeds populairder in Duitsland. Steeds meer mensen stemden op die partijen. En iedere keer in Duitsland waren er weer nieuwe verkiezingen vanwege die economische wereldcrisis en het onvermogen van de Duitse regering om uh, die crisis op te lossen, om de werkloosheid in te dammen. Nee, en bij iedere verkiezingen stemden steeds meer mensen op die NSDAP. Maar waar stemden ze dan eigenlijk precies op? Wat houdt dat Nationaal Socialisme precies in? Wat zit er achter die ideologie? Daar gaan we in deze video naar kijken. Nou, en dat nationaal socialisme, dat is eigenlijk een uh, combinatie van het uh, fascisme, dat in Italië in die tijd bijvoorbeeld ook heel populair was, en het antisemitisme. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, het Nationaal Socialisme fascisme is met een soort pluspakket erbij. En dat pluspakket is dus uh, dat racistische antisemitisme. Maar goed, eerst even kijken wat dan dus dat fascisme inhoudt. De belangrijkste kenmerken van het fascisme zijn de volgende. Uh, het is ultranationalistisch, dus uh, ze komen echt op voor het eigen volk, in dit geval het Duitse volk. En uh, andere volken worden dan ook als uh, minder beschouwd. Nou, en dat zie je heel duidelijk ook terug bij Hitler als hij dus zegt dat het buitenland uh, door het verdrag van Versailles en herstelbetalingen en dergelijke de Duitsers klein probeert te houden en dat Duitsland dus een plek op het wereldtoneel verdient. Uh, het fascisme is ook uh, heel erg voor ongelijkheid tussen mensen. Of in ieder geval, uh, ze, er, ze vinden dat niet iedereen gelijk is, niet iedereen gelijkwaardig is. Nou, dat zit ook heel duidelijk in de ideeën van Hitler natuurlijk. Uh, ze zijn ook heel sterk voor één sterke leider. Eén partij met, met, met één boegbeeld, één sterke leider die uh, het voor het zeg heeft. Ze zijn dus eigenlijk tegen de democratie. En dat is ook iets wat je terugzag hè, in uh, wat Hitler beloofde. Hij beloofde sterk leiderschap, want hij is ook ja, die parlementaire democratie... Die werkt niet, want we hebben alleen de hele tijd maar nieuwe verkiezingen. en er moet gewoon niet zoveel meer gepraat worden. Hè, wat in de democratie nogal gebeurt. mensen moeten met elkaar eens worden en zo. Nee, we moeten gewoon die sterke partijen. die sterke leider volgen. Nou, in dit geval ben ik dat. Dat is ook iets typisch fascistisch. Het fascisme is ook heel erg tegen het communisme. want het communisme gaat juist uit van dat er uiteindelijk. een soort gelijkheid, gelijkwaardigheid gaat ontstaan. Nou ja, en daar waren de fascisten dus juist helemaal niet mee eens. Hitler die is dus ook heel sterk uh, tegen dat communisme bijvoorbeeld, en dat heeft hij dus ook van de fascisten overgenomen. Fascisten die handelen ook heel erg op gevoel in plaats van op verstand. Je moet niet alles rationeel proberen te verklaren. maar als iets gewoon niet goed voelt. dan moet je er tegenin gaan. Of, of je moet juist handelen op basis van een gevoel. op basis van trots bijvoorbeeld. en, en uh, liefde voor het vaderland. Um, dus dat is iets typisch fascistisch. wat ook terugkwam bij die NSDAP. Uh, en ja, ze, ze staan ook wel voor geweld. dat keuren ze in ieder geval niet af. Geweld kan heel vaak een, een goede oplossing zijn, vinden fascisten. Om iets, uh, ja, om een conflict bijvoorbeeld uh, of een uh, debat bijvoorbeeld bij te leggen. Nou, en denk terug aan uh, die SA, die, die paramilitaire organisatie van de NSDAP. Dat is daar ook een voorbeeld van, hè? Dat was een soort knokploeg. Dus ja, geweld kan best wel helpen om een doel te bereiken. Dat vinden fascisten. Oké, okay, maar het nationaal socialisme is dus fascisme plus. Wat is dan dat plus? Nou ja, dat is het volgende. Ten eerste wat de NSDAP wilde, wat de Nationaal Socialisten dus willen, is levensruim voor het Duitse volk. He, dus ze zijn ultranationalistisch. He. Het Duitse volk is het beste volk wat er is. En dat moet dus de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. En dus alle uh, rode en roze gebieden op dit kaartje, die zouden eigenlijk tot een Groot Duitsrijk uh, moeten behoren. Omdat er ten eerste allemaal Duitsstalige mensen leefden en die moesten in één Groot Duitsrijk verenigd worden. Maar er moesten ook gebieden bij komen. En dat zijn met name de lichtroze gebieden hier op dit kaartje, die goed geschikt zouden kunnen zijn als landbouwgebieden, om dat grote Duitse volk ook te kunnen voeden. En dat er in die uh, lichtroze gebieden... dat er allerlei Slavische volkeren woonden... Uh, ja, dat maakte dan niet zoveel uit. Die moesten maar worden weggejaagd eigenlijk... want dat waren zogenaamde untermenschen. Die waren in de ogen van de nationaal Socialisten minder waard dan uh, de, ja, de, de, de ubermenschen... de Arische uh, mensen van uh, dat Duitse ras. En de rassenleer is dus ook een typisch kenmerk... van het nationaal Socialisme. Het is echt extreem racistisch. En uh, er zijn dus ubermenschen, het Arische ras... maar er zijn ook untermenschen... Die die, uh, vernietigd mogen worden misschien ook wel, uh, zoals bijvoorbeeld donkere mensen, zoals dus die Slavische volkeren, uh, zoals de Joden. En uh, deze twee zaken die hier staan, die maken dus dat het Nationaal Socialisme een soort fascisme plus is. Nou, en als dus steeds meer mensen op Hitler en de NSDAP gaan stemmen, dan stemmen ze dus ook eigenlijk op deze ideeën.